En hier is het weer inderdaad. Ja, hier lijkt me nou op de snuit. En waar gaan we iets drinken? Dit een bos. Ik heb een dikke man. Voor zijn 200 voor in 2000 voor in op te kopen. Ik wil nog even wat tandjes onder en nu jullie uit. Doe nog eens. Hopla. Blijf wel van mijn chips af. Hè. Van welke heb jij gekocht? Ronde. Die beginnen ze allemaal achter hun chips te zoeken. Ja, als je ene hebt, moeten ze allemaal het hebben. Achter napers. Frank van. Ja, ik vind het ook. Oh god, zit daar zo. Want de liefde is weer groeien tot zelfs. Kiekeboe. Kiekeboe. En ben je blij dat je naar huis mag? Ja. Ja, want het is hier heel heet geweest, hè? Oh my, geweldig. We hebben ons zo goed geamuseerd, hè? Allemaal door Daniel is zijn schuld. Die moest naar Hongarije komen. Daar. Ik ben niet waar. De kebab. Hongarische man. Dat krijg je er neer laten. Dus je wegrijden. Oeh! Waarom moet ik u weer filmen? Hij staat op. Niet daar bewegen. Kijk, nu gaat de kwal in de kabinet. Hoe moet ik? Je moet een beetje vriendelijk zijn en mij niet uitmaken. Je ziet hoe moeilijk dat gaat, kijk. Kijk eens aan postuur. Ja, kijk wel in uw lens, hè, dat ik erop ga. We gaan zelfs een goed filmpje kijken. Hier is mijn afstandsbediening. Kijk hoe moeilijk dat gaat. Kijk, ik kan er niet zo goed in. Laat me naar met zijn gezicht op de grond. Een goede zak chips. Hongaarse kaas. Je moet eens zien wat een trip onder achter ligt. Kijk op mijn pens. Nou, oh, die heel winkel leeg kopen die. Kijk hoe die nek. Goedendag. Wij zitten nu aan de grens van Hongarije. En direct rijden we Oostenrijk binnen. Dat is zo'n 4 uurtjes rijden. En dan komen we aan de Duitse grens.
3 uur. 3 à 4 uur toch zeker. Als we nu nog blijven zo sukkelen, dan blijven we nog 5 uur. Om 3 uur 's morgens komen we nog niet aan. Allee, is de pil weer af, hé? Voilà. Hier, Rudy, uit. Oh, er staat nog aan. Oké. Mijn vriendin is hier. En we gaan nu de eerste poging doen om bij de ganzen te komen. Je moet een beetje trekken, ja. Je gaat direct iets zien, hè. Kijk. Nou, kind, ze hebben schrik van u. Bij mij doen die ze niet. En bij mij komt hij al. Komt hij. Leuk is dat rare zijn in het kot daar, kind. Zie, ze komt terug, hè. Lig het erin? Zoveel. Alleen René, haal een koem binnen. Maar die heeft er ook zo lang op zitten broeien, denk ik. Nee, die heb ik. Die wil hier te broeien, hè. Ja, laat ze dan maar broeien. Laat ze dan maar zitten. Laat ze maar zitten, kind dan. Nee, nee. Hoe zijn haar kapot? Haal die er maar uit, want dat zijn geen goede kijkers. Ja, maar dat mogen niet. En wat dan gaan die de eieren stukken knabbelen? Als ze de schaal geven. Hans. Moest maar doet het ook, hè? Ja, maar dan moet je echt stampen. Ja, de ganzen durven niks doen, hè. Bij mij doen ze altijd kssss. Ja, ga ik jij nu spelen, Rudy. En als ik dan bij u... Dan maak die kom, vriendin. Dan toch wel over nacht. Niet kapot doen, dat is met een gouden regen. Oh, ja, niet doen. Ze beginnen al alles af te breken. Ik moet ze in doen houden. Ik heb niks gedaan. Nee, zie die met een tak naar de kloot. Ze breekt alles kapot, mijn vriendin, hè. We zijn nu in de grote hof. En ze gaan allemaal lopen. Maar kind, bij mij gaan ze niet lopen. Genoeg gaan ze lopen. René, zou jij eens willen de kraan openzetten, dan zal ik het water verversen. Ja, maar je dat moet even zetten. Ze is lopen daar. Ik kan ook. Nu durf ik ook, zo, hè? Ja, ze moeten er weer weg, hè? We gaan erachter. Oh, ik ben er al meug van, kind. Dan zit te lopen. Veel takken, hè? Ja. Dat is allemaal voor in de stof. In de winter. In de winter komen zo, dingen. Ja, zelf is in de kop. Dus de ene kant zit ze vaak en de andere kant liggen zomaar daar. Ja, ik zou ze maar niet laten liggen. Je ziet, hè. Mijn petoeteke. Oh, ja. Misschien is ze hier aan het liggen. Nee, want ze kloek. Ja, hoe schot dat dan? Ja, komt er eens aan. Kloek, kloek, kloek doet hij dan. Ah. Ben ik het klein gesweet? Ja.